Well, good afternoon to everybody. For the people that doesn't know me, my name is Miguel Bertosa. I'm the manager of the Spanish Wine Tasters Association. We are the organizers of this masterclass together with the DOP Humilla, one region in Spain, as you know. And first of all, we would like to thank Kees Van Kasteren for accepting our invitation to directing this presentation, this seminar. We believe it's important for the Dutch market, so the diversity and singularity of Spanish wines. And we also believe, and we are totally sure, that Humilla has something to show, something different and something singular. And of course, focus on its main grape variety, that is Monastrell. So we really hope you will enjoy this a small trip, but I think it's going to be a funny trip of the Monastrell and its most relevant, or some of the most important ambassadors in Humilla. So thank you very much for accepting our invitation to come here. And again, many thanks to Kees for directing this presentation. Thank you. All right. My pleasure. Thank you, Miguel. Oké, ik ga over op het Nederlands, als iedereen dat goed vindt. Geen buitenlanders in de zaal. Hoe is je, jongen? Ja, weet je, als je over Humilla en Monastrell gaat praten, dan moeten we eerst even een stapje terug doen. En dan moeten we kijken naar Spanje als geheel. Heel veel mensen die gaan regelmatig naar Spanje, komen er vaak. En wat is hun associatie? Dat is eigenlijk stranden, mooi weer, gezellige dorpjes, toerisme. Maar als we op wijngebied naar Spanje kijken, dan is de grootste differentiator van Spanje is de geografie. Dat zijn de bergen. Spanje heeft meer bergen dan welk Europees land dan ook, met uitzondering van Zwitserland. De gemiddelde hoogte van een wijngaard in Spanje is 700 meter. En door die bergen hebben we in Spanje ook een ongekende, diverse bodemcollectie. En je kunt je voorstellen. Niet alleen maar door vulkanische bodems en door aangeslipte bodems, door rivieren, maar ook heel veel door wind. En dat komt allemaal door die bergen. Die bergen die zorgen daarvoor. Dus je hebt een ongekende potentie in Spanje van diversiteit. Nou is Spanje hele lange tijd, hebben ze niet bekend gestaan vanwege de diversiteit. En misschien hebben een aantal mensen wel het idee dat Spanje misschien helemaal niet zo divers is. Maar dat ligt niet aan de potentie, dat ligt niet aan het terroir. Dat ligt eigenlijk, lange tijd heeft dat gelegen, aan de politiek. En dat betekent dat Spanje hele lange tijd hele slechte verbindingen had. De wijngebieden waren heel slecht ontsloten. Ook qua facilitering van wijngebieden deed de Spaanse overheid niet echt zijn best. We hebben natuurlijk tot 1975 hebben we een soort dictatuur gehad. Dus Spanje heeft ook een hele kleine markt, een eigen markt. Je zou denken, in een land met zoveel wijn, dat mensen ook veel wijn drinken. Maar dat is absoluut niet het geval. Wij in Nederland met 21 liter per capita drinken veel meer dan in Spanje, waar ze 16 liter per capita drinken. Dus ze hebben een relatief kleine markt. En dat heeft ook niet meegeholpen. Totdat Rioja een beetje in de picture kwam. En dan hebben we het over
het eind van de 19e eeuw, toen in Bordeaux phylloxera was en men wijn moest gaan halen over de grens. Tot die tijd waren er twee klassieke wijngebieden in Spanje die wereldberoemd waren. En waar Spanje tot dat moment onbekend stond. En dat was de wijnen, de fantastische wijnen van Jerez, okay, versterkt. En dat waren de wijnen hier uit deze hoek van Valencia. En hoe komt dat? Dat komt omdat dit beide belangrijke havenplaatsen waren van waaruit wijnen werden geëxporteerd, hè, al in de vroege jaren. Ik ben een enorme fan van Gumilla. Maar ik denk nog wel dat we de komende 10, 20 jaar pas echt Gumilla gaan ontdekken. Omdat nog steeds is het een soort bewaard geheim. Het is nog steeds niet naar buiten gebracht wat Gumilla zo bijzonder maakt. Ik heb als titel gekozen Bio is logisch. Okay? Dat is een soort Spaanse verbastering van biologisch. En ik dacht, dat moet toch mijn bericht aan jullie zijn. Dat waar je ook komt in de wereld, er is geen gebied in de wereld waar biologisch werken zo vanzelfsprekend is als hier. Iedereen werkt biologisch. Dat is logisch. En we zullen uitleggen hoe dat komt. Er zijn nog een paar andere dingen die ik met jullie wil delen. Want de intentie van vandaag is om weg te gaan hier met een aantal belangrijke aspecten die je eigenlijk moet blijven onthouden over Gumilla. Dus we gaan niet in groot detail, maar wel de allerbelangrijkste dingen. En daarna gaan we deze prachtige 14 wijnen die gaan we proeven. Dus waar is het gelegen? Kijk, we zijn een Spaans wijngebied. En dat betekent dat we altijd de afstand tot Madrid, dat we die moeten noemen. Ja? Elk wijngebied in Spanje, dan moet je zeggen, oké, dit is 400 kilometer van Madrid. 3 uur rijden, 300 kilometer van Madrid, 3 uur rijden. En ongeveer 40 minuten van de kust van Alicante. Okay. Ik heb heel veel plaatjes. Wie is er hier al ooit in Gumilla geweest? 1 persoon. Ja? Ik heb heel veel plaatjes omdat je dat toch een beetje dichter bij dit landschap brengt wat uniek is. Okay? Wat je heel veel zult zien in Gumilla, dat zijn gobelets, dat zijn bushvines. Nou, deze, die zijn nog niet zo heel oud. Hè? En je kunt zien dat ze echt aangeplant zijn omdat ze in een rij staan. De hele oude stokken, die staan wat meer lukraak door elkaar. Daar zien we wat minder rijstructuur. Goed, wat gaan we doen? We gaan kijken naar wat ik noem oud en nieuw. Hè? En we zullen zien dat dit het oudste en het nieuwste wijngebied is van Spanje. We gaan kijken naar het unieke terroir en dan zowel naar het klimaat als naar die andere hele belangrijke dingen. De bodem en de hoogte in dit geval. Oud en jong. We hebben hele oude stokken. Pre-phylloxera. En we hebben hele nieuwe stokken. En we gaan kijken hoe dat komt. Uiteraard moeten we aandacht besteden aan de druif die hier absoluut domineert. En dat is Monastrell. We zullen afsluiten met nog wat opmerkingen over dat bio is logisch. En daarna gaan we proof of the pudding, gaan we wat wijnen proeven. Als er vragen zijn, dan moet je me direct onderbreken. Okay? Het is een beetje vreemd om in zo'n enorme zaal met slechts 15 man te zitten. Het voelt heel onnatuurlijk aan, maar goed. Oud en nieuw.
Dus dit is een ongelooflijk oud wijngebied. In Spanje wordt ervan uitgegaan dat dit het oudste wijngebied is van Spanje. En dat wil zeggen dat we dus al 3000 voor Christus, dat we hier al bewijs hebben gevonden van wijnbouw. Dan krijgen we, we slaan een hele tijd over en dan gaan we naar het begin van de 20e eeuw en dan is er een bulk boom, heb ik dat genoemd. Waarom heb ik dat bulk boom genoemd? Omdat in 1870 heb je die phylloxera in Frankrijk. De Fransen gaan eerst direct over de grens, naar Navarra en later naar Rioja. Maar als de druifluis ook daar de boel verwoest, dan gaat men naar Jumilla. Okay? En waarom Jumilla? Omdat je hier bodems hebt die voor een groot deel bestaan uit zand, uit kiezel, uit keien. En de druifluis die kan hier geen bodem vatten. Die kan hier, die krijgt geen poot aan de grond. En dus blijft dit gebied gevrijwaard van Phylloxera en kan dus leveren. En dat maakt Jumilla nog belangrijker dan het al is. En wat er dan gebeurt, is dat bijna alles wat er gemaakt wordt aan wrak in barriques of in grote voeders, wordt vervoerd naar andere landen, vooral naar Frankrijk. Dus dat is een bulk boom. En dan in 1966, wat gebeurt er dan? En je moet je voorstellen, dat is enorm eervol, want Jumilla krijgt als eerste wijngebied in Spanje een DO. Ja? En dat geeft eigenlijk aan hoe belangrijk dat dit gebied altijd is geweest. Als je als eerste een DO krijgt, dan zegt dat wat. De Spanjaarden die zijn eigenlijk die DO's pas echt serieus gaan nemen toen aansluiting bij de Europese Unie in zicht kwam. En tot die tijd waren het alleen de hele belangrijke gebieden die een DO kregen. En Jumilla was de eerste daarvan. Ook meteen met een consejo. In Spanje zijn die consejos die zijn ongelooflijk strak georganiseerd. Ik sta altijd verbaasd van de organisatie van zo'n consejo. Soms werken ze met kaarten, tegenwoordig heel veel digitaal, maar ze kunnen precies traceren welke wijngaard geoogst is, als er of druiven of wijn wordt getransporteerd van de ene kaaf naar de andere. Dat wordt allemaal perfect bijgehouden. Dat is een ongelooflijke organisatie. Veel beter dan ik ooit in Frankrijk heb gezien. Goed, en dan gebeurt er wat vervelends. Want in 89 dan is er een tweede golf. En wat bedoel ik daarmee? Phylloxera, wat aanvankelijk geen poot aan de grond kreeg in Jumilla, vindt uiteindelijk het gebied toch. En zo'n 40% van alle wijngaarden die vallen alsnog ten prooi. En daarom zullen we zo zien, heb je de hele vreemde situatie dat je hier hele jonge wijngaarden hebt die misschien met Gordon Royal of met Guyot zijn aangeplant, snoeiwijze, maar dat je ook nog ongeënte pre-phylloxera wijngaarden hebt. En die twee die bestaan nu naast elkaar. Want het koelt 's nachts af en dan warmt het op en dan krijg je condensvorming en dan krijg je dit soort laaghangende mist. En dan die bodem, ja, dat is hier heel belangrijk. Dus allereerst, we liggen op een plateau, op een hoog plateau. Alles bij elkaar is dat tussen de 400 en 900 meter. De wijngaarden die liggen tussen de 550
en de 850 meter. Ja. En elke 100 meter gaan we ongeveer 0,7 graad omlaag als gemiddelde temperatuur. Dus ze kunnen hier nog hoger, want uiteindelijk gaan de plateaus tot wel 1300 meter hier. Dus ik kan me voorstellen dat als klimaatverandering nog verder doorzet, dat ze in Goumia nog naar hogere plateaus zullen gaan. Nog meer verkoeling gaan opzoeken. De bodems, die zijn uniek. En ik zou willen zeggen, het is een combinatie van Terra Rossa met de bodems in Châteauneuf-du-Pape. Wat bedoel ik met Terra Rossa? Daar bedoel ik mee een laag rode leem op een kalk onderbodem. En wat gebeurt er, is die leem, wat een beetje tussen klei en zand in zit, die leem, daar zitten de voedingsstoffen in, maar draineert prima. De kalk heeft enorm waterretentievermogen. Dus hier kan het water wat uit die paar hoosbuien valt, dat wordt opgezogen als een spons en wordt vastgehouden in die kalklaag. En de wortels die penetreren in die kalklaag. En die zoeken het water op in die kalklaag. En Châteauneuf-du-Pape, omdat je hier aan de bovenbodem, zeg maar, de bovenlaag, de eerste 20, 30 centimeter, kan die rode leem zijn, maar kan ook heel veel keien zijn, kan kiezel zijn, allerlei stenen die meestal zijn aangevoerd door rivieren. En wat dat betreft ziet het er soms echt uit als eigenlijk een combinatie misschien wel van de gravel in de linkeroever van Bordeaux, maar vooral Châteauneuf-du-Pape. Het zijn meestal die rolkeien die je hier ziet. Om je een voorbeeld te geven. Ja. Nu is het zo dat op het moment dat je wijngaarden hebt met dit soort keien, verandert ook wel de omstandigheden. Want deze keien, die houden natuurlijk de warmte wel vast. Dus de nacht koelt enorm af, maar deze keien, die zullen de warmte weer terug stralen. En dus wijngaarden met dit soort keien, die zullen wat minder frisheid hebben dan die het niet hebben. Nou, dit is typisch zo'n oude stok die gewoon ja, tussen de keien en de kiezels instaat. En je kunt je voorstellen, zelfs al zou het hier ongelooflijk veel regenen, maar dat is gewoon, hè, op het moment dat het verdwijnt gewoon. Dit draineert als een dolle. Maar daaronder zit die kalklaag. Ja. Goed, oud en jong, want ja, we hebben hier 24.000 hectare. Is dat veel? Nou, dat is, weet je, Spanje heeft natuurlijk ongelooflijk veel wijngaardoppervlak. Spanje is by far het wijnland met het meeste wijngaardoppervlak in de wereld. Het is niet het land met de meeste productie. Spanje heeft meer wijngaarden dan Frankrijk, heeft meer wijngaarden dan Italië. En heeft, Italië en Frankrijk hebben 55 miljoen hectoliter en Spanje zal rond de 40 miljoen hectoliter zitten. Dus de gemiddelde opbrengsten per hectare zijn ongelooflijk laag. En dat komt onder andere door de droogte. We hebben hier hele arme bodems. 24.000 hectare, waarvan 18.000 hectare, er is een nulletje mis daar, is monastrel. Dus dat is ongeveer 75%. Je hebt veel Gobelin aanplant. Maar die modernere wijngaarden, en zeker als we naar andere druivenrassen gaan, hè, want we hebben behalve monastrel hebben we ook Syrah en Cabernet en andere druivenrassen. En die worden
veelal met gobelet of met gordon aangeplant. Andere snoeimethode. Hele lage opbrengsten, tussen 1 en 2 kilo per stok. En als we hier zien, hè, dan zie je dat het daar redelijk ver uit elkaar staat. Je hebt hier over het algemeen een gemiddelde van 2500, 3000 stokken per hectare. Is dat veel of is dat weinig? Dat is weinig. Hè? Ja. Die vind ik leuk. Die ga ik erin houden. Nee, dat is weinig. Hè? Als we naar de linkeroever in Bordeaux gaan, dan hebben we 10.000 stokken per hectare. 1 bij 1 bij 1. Goed, en een deel van die stokken is pre-phylloxera. Wat het extra interessant maakt, denk ik. Hier zie je nieuwe aanplant. En toch zie je dat ze blijven bij gobelet. Dit kun je ook niet mechaniseren. Daarom is er bijna alle oogst in dit deel van Spanje is met de hand. Ja? Want gobelet kun je niet mechaniseren. Dat zou je kunnen met gordon en dat kun je met griot. Maar hier, dit moet je met de hand doen. En dit is echt ongelooflijk monnikenwerk. Ja? Ik ben daar eens een keer geweest en dan... heb ik ook een uurtje heb ik krom gestaan, maar daarna dacht ik van, zo is het mooi geweest, want dat is heel zwaar werk. Goed, de ligging. Dus we hebben hier eigenlijk een overgangsgebied tussen La Mancha, wat extreem droog is, en de Mediterranee. Brede valleien, eigenlijk hebben we hier plateaus. Het zijn waterbassins, maar ze zijn droog. Hè? Maar vroeger waren dit waterbassins. En je hebt aan alle kanten heb je bergtoppen. Maar dat heb ik al uitgelegd. Dat is eigenlijk het geheim van Spanje. Alle rivieren, alle waters die er stromen, die drogen op een gegeven moment op. Ja? Dus je hebt geen permanente waterbuffers. Je moet altijd enorm in het voren plannen als je water wilt gebruiken. Je mag irrigeren, oké? Weinig mensen irrigeren hier. Waarom? Omdat het duur is en omdat je waterrechten moet krijgen. Dus je moet opgaan voor waterrechten. En je kunt je voorstellen dat gezien de kostprijs daarvan, dat je ook een verkoopprijs moet hebben van jouw wijnen. Om dat te rechtvaardigen. En het is een beetje de kip of het ei. Hè? Ga je eerst investeren erin. Want met irrigatie zou je en wat meer kunnen maken. Maar in sommige gevallen zou je ook betere wijn kunnen maken. En als je betere wijn maakt, kun je er ook hopelijk meer voor vragen. Maar goed, dus het is... Ja, je hebt dan wel mensen nodig die bereid zijn om daarin in te investeren. Wat we tussen de wijngaarden doorzien, en dat zie je hier ook een beetje, dat zijn misschien deze. Hier zie je dat, hè? Hier zie je olijfbomen er doorheen lopen. Dus we hebben olijfbomen, amandelbomen, we hebben veel tijm. We hebben rozemarijn, we hebben al die typische mediterraanse kruiden die hier groeien. En je ziet hoe ruig dat dit gebied is. Ik denk altijd, als ik, er zijn een paar plekken in de wereld waar ik naartoe ga, als ik eventjes alleen wil zijn met de natuur en de wijn. En dit is er één van. Hè? Hier hebben we weinig toerisme, want we zitten eigenlijk te ver van de kust. Je hebt een enorm ruig landschap, je hebt kleine dorpjes, heel veel wijngaarden, hoge plateaus. Dit is een typisch gebied om weer eens eventjes
tot rust te komen. Menselijke factor. Heel veel wijnboeren, maar heel weinig bedrijven. En dat betekent van oudsher dat de boeren leveren of aan een co-op of aan een belangrijke producent. Miguel, I think we can do the first one. Ik krijg een beetje droge mond, dus ik dacht laten we ondertussen alvast wat gaan proeven. We beginnen zo heel frivol met een rosé. Ik zal er zo wat over zeggen. Iedereen kan alvast rustig proeven. Dus we hebben 2000 wijnboeren, 40 wijnbedrijven. We hebben de laagste opbrengsten, claimen ze, in de wereld. En dat geloof ik graag. Want ik zou niet weten welk gebied in de wereld nog lagere opbrengsten heeft dan dit. Even Sauternes of zo uitgesloten, want dat is een hele andere stijl. En wat ontzettend leuk is, is dat we hier, als we het hebben over de soort mens die hier zit, is in Goumia hebben ze van oudsher een soort pioniersgeest. De eerste experimenten met eieren, met amfora's, die zijn hier, hebben die plaatsgevonden. Even kijken. Dit is een van de eerste gebieden waar ze dat soort dingen hebben gedaan. Dus dat is echt, hier zie je hoe je moet oogsten en hoe ongelooflijk zwaar dat het is. En wat altijd opvalt hier is dat het fruit in blakende gezondheid is. En dat is natuurlijk fantastisch. Ook al hebben we een paar regenbuien tussendoor, dat droogt binnen een dag weer op en we hebben er geen problemen meer mee. Iets over Monastrell. Voor degene die dat niet weten, maar ik denk dat iedereen dat weet, dus moet verder. In sommige landen wordt het Mataro genoemd, zoals in Australië. 75-80% van de totale aanplant. En het wordt hier gezien als het inheemse druivenras. En ik denk ook dat het heeft zich hier zo goed aangepast. En ik hoop dat we dat gaan zien, want we hebben een aantal wijnen hier met 100% Monastrell. 100% alleen maar op roestvrij staal. 100% op hout. Dan hebben we wat blends, ook gedeeltelijk in een frisse, fruitige stijl en een deel in wat meer complexere stijl. En dan hebben we een aantal zoete wijnen nog. Dus we hebben een redelijk breed scala aan stijlen die wat indruk kan geven van de wijnen die uit dit gebied komen. Dus, we hebben ongeveer 75% Monastrell. Wat hebben we verder nog? We hebben nog wat Tempranillo. Waarom Tempranillo? Omdat je zou denken dat staat overal. Maar Tempranillo, in het woord Tempranillo zit temprana, dat betekent vroeg. Tempranillo is een vroegrijpend ras. En als je op 550 tot 850 meter zit, dan heb je, net als in Ribera del Duero, heb je kans op nachtvorst, laat in het voorseizoen en vroeg in het naseizoen. En dat kan betekenen dat jouw seizoen korter wordt. Hè? En wat heb je nodig als je mogelijkerwijs een kort seizoen hebt? Hè, dan heb je een druivenras nodig wat vroeg rijpt. Monastrell doet dat, hè? Maar Tempranillo doet het ook. Syrah is ook een druivenras wat zich fantastisch aanpast aan wisselende omstandigheden. En dan krijgen we wat minder flexibele rassen. Hè? Cabernet Sauvignon past zich niet aan dit soort omstandigheden. Dus die 1,2% dat is niet voor niks vrij laag. Als het een fantastisch jaar is en het is
het seizoen is lang genoeg, dan krijgen we superkwaliteit, maar anders dan werkt het niet. Oké, zo heel eventjes naar die rosé. Volgens mijn informatie is een deel een korte inwerking. En in dit geval betekent dat een inwerking alleen maar in de pers. En voor een ander deel is het saigné, dus is het bloeden van de rode wijn. Iedereen bekend met saigné of niet? Mensen? Iedereen? Oké. Okay. Ja, jullie ook? Goed. Twaalf procent, dat zou je niet denken. Hè? Dat betekent wel dat dit redelijk, dat het redelijk vroeg geoogst is, ook om die zuurtjes een beetje vast te houden. Goed, rosé is rosé. Ja, nee, dit is om de papillen een beetje op gang te brengen, maar dank je wel. Goed, we gaan even door. Wat aardig is dat Petit Verdot, dat in populariteit aan het groeien is. En ik zie dat ook in andere delen van Spanje, ook in het zuiden, zie ik dat Petit Verdot zich op een goede manier aan het ontwikkelen is. En dat je ziet ook tegenwoordig 100%, dus monocepages van Petit Verdot. Ik denk dat Petit Verdot dat nog best een ontwikkeling gaat doormaken hier. Huh? Prachtig plaatje. En wit, want er is wit, okay, is heel erg weinig. Natuurlijk Ayran, wat hier soms als monocepage voorkomt. Wat ze vaak doen is toch op een soort Bourgondische manier maken, waardoor je een wat boterige, wat met houtcomplexiteit-achtige wijn krijgt, die we ook in andere gebieden wel tegenkomen. Maar dan meestal met Viura en hier doen ze dat met Ayran. De rest is allemaal heel erg klein. Hè? Dus hieraan zie je dat dit is geen typisch gebied voor witte wijn. Merceuera komt ook voor, ja, absoluut. Het is een beetje vreemd dat hij hier niet bij staat, want hij komt zeker voor. Ja, absoluut. Nou, hier zie je weer dit prachtige decor. En je zou denken van nou, er zal wel fors gespoten zijn om die grond zo mooi virgin te houden. Maar niks is, dat is absoluut niet waar. Dit is gewoon door ploegen en is dit zo bepaald. Er wordt hier absoluut niks gebruikt. De lucht is zo droog dat je geen problemen hebt met schimmel. Dat je geen rot hebt, nooit. Het is zo koud in de winter en zo warm in de zomer dat je ook met ongedierte eigenlijk geen problemen hebt. Dus het is, wat dat betreft is het een ideaal gebied. Goed, dan rood. Dus als we gaan kijken naar de stijlen van rode wijn, dan zien we dat op nummer 1 dat daar monocepage Monastrell staat. Dat we een soort mediterraanse Syrah-achtige stijl hebben. Wat betekent dat? Dat betekent een beetje tussen Corbière en Barossa Valley in. Ja? Redelijk spierballen. We hebben Monastrell blends, en zeker met Cabernet Sauvignon, soms ook wat Cabernet Franc, Merlot,
Dus een Bordeaux-achtige blend, maar dan op basis van Monastrell. 100% Garnacha en wat ik net al zei, Petit Verdot, ook heel vaak 100%. Ontzettend leuke wijnen die totaal onbekend zijn bij ons. De stijlen van Goven tot absoluut gerijpt, dus Crianza en langer. Steeds meer wijnen zonder hout. Wat een algehele trend is in Spanje. En het is eigenlijk begonnen omdat de nieuwe generatie wijnmakers, die wilden eigenlijk zich niet meer conformeren aan die regels van Crianza en Reserva en Gran Reserva. Dat was iets wat hun ouders deden. Zij vonden dat eigenlijk niet meer nodig. Zij wilden minder. Minder is meer. En daaruit is die Goven-stijl, en je ziet ook vaak Robel op een fles staan. Dat betekent dat een wijnmaker misschien wel hout gebruikt, maar meestal zet hij er dan op. 3 maanden, 4 maanden, 5 maanden hout. En heel vaak zet hij er ook op wat voor soort hout. Wit. Nou, ik zei al, monocepage. Ayren, met of zonder hout, ook wat Macabeo, Verdejo, Gumillano, dus wat bedoel ik daarmee? Niet die frisheid die we hebben in Rueda, maar meer een vettige, volle stijl. Sauvignon Blanc, nou ja, Chardonnay. Dit zijn allemaal hele kleine dingen. Er is ook een kleine groep van wijnboeren die natuurwijnen voorstaat. Uiteraard, want hier wordt enorm veel geëxperimenteerd. Maar het is geen mainstream geworden, ook hier niet. Rosé hebben we net in het glas. Heel veel op basis van Monastrell, zoals die eerste wijn. Soms ook met blends, met Garnacha en Tempranillo. Ze weten dit heel goed om te zetten in een laag alcoholische, fris en fruitige wijn. Laten wij naar de tweede wijn in ons glas gaan. De Altos de Luzon. Wat ze veel doen in dit deel van Spanje is de cold soak, dus de koude inweking. Waarom? Omdat je daarmee de kleur en de aromastoffen kunt inweken. Maar op een waterige substantie krijg je geen inweking van de tannine. Dus je kunt, en dan beperk je je alcoholische gisting. Die maak je of heel kort, of je perst tijdens de alcoholische gisting. En dan maak je de wijn af als een witte wijn. En op die manier beheers je eigenlijk de tannine in zo'n wijn. Wacht even. Ja, dat zou kunnen. Ze hebben nu deze ingeschonken. Even kijken, Luzon. Ja, je hebt gelijk. Dankjewel. Heel goed. Luzon Collection, Monastrell. En hier is heel erg weinig informatie van beschikbaar, behalve dat die 14,5% procent is en dat dit handgeoogst is. En het is een Goven-stijl, dus ik denk dat hier heel weinig hout op voeding bij te pas is gekomen. Eenvoudig, fruitig, fris. Ik weet niet hoe het bij jullie overkomt, maar ik heb niet de indruk dat. Ik heb zelf niet nu de indruk dat het 14,5% is. Omdat er zit een bepaalde
fraîcheur in die wijn, die hem ontzettend levendig houdt. Hè. Alleen heel, als je hem door hebt geslikt of je hebt hem uitgespuugd, dan merk je wel wat branderige tonen misschien in je nek. Ja, maar ja, de manier van wijn maken is redelijk eenvoudig. Wat de prijs knap maakt, dat zijn die lage opbrengsten. Ja, want als je hier met 5 of 6 ton, 5 of 6.000 kilo, waar komt het op neer? Op 30 hectoliter per hectare. Ja? Dus je hebt hier 30 hectoliter per hectare. Ja, als je naar het noorden van Argentinië gaat, dan kun je 40 ton. Ja? Dus dan kun je naar 280, dus bijna 10 keer zoveel opbrengsten kun je dan krijgen. En dan kun je een hele lage prijs aanbieden, al die kosten die kun je verdelen over zoveel opbrengsten. En hier zijn de opbrengsten laag. Wat dat betreft is het heel knap. Ja. Het is natuurlijk heel eenvoudig wijn maken, want dit is gewoon oogsten. Waarschijnlijk een koude inweking. Daarna een snelle alcoholische gisting. Geen hout, niks, gewoon roestvrij staal. Bezinken. Klaren. Filteren. En op de fles. Goed, dan gaan we nu naar. Even kijken, want dan moet ik even de Majoral. Ja. Dit is een wijngaard van 90 hectare. Ook weer met lage opbrengsten van 4 tot 5 ton. Dus 4 ton is. Is 28, ja, rond de 30 hectoliter per hectare. Monastrell en Cabernet Sauvignon, 14,5%. Dus we zijn benieuwd. Hè, als het goed is, dan moet die Cabernet wat herbaceous tonen geven. Een beetje kruidige tonen aan de blend. We zullen eens kijken of dat zo is. Doet hij ook. Ja. Het is niet echt groene paprika, want daarvoor is dit te rijp. Maar het is misschien wel wat tonen van gegrilde rode paprika. Hè? Dat je wat meer die rijpheid krijgt van die Cabernet. Iets meer tanninestructuur hier. Maar nog steeds een wijn die bedoeld is om vrij jong te genieten. Dankjewel. Het zijn prachtige paarse kleuren die we hier hebben. Wat er gebeurt op grote hoogte is dat die anthocyanen, die kleurstoffen, dat die ook heel rijp worden. En die zorgen ervoor dat je dit soort kleuren krijgt. En die zorgen er ook voor dat, ook al heb je heel veel tannine in dit soort wijnen, want Mourvèdre Monastrell heeft gewoon een hele dikke schil en heel veel tannine. Die moleculen die binden zich met elkaar, die polymeriseren. En op het moment dat die polymerisatie, dat tannine is, tannineketens afgewisseld met anthocyanen, hoe meer kleurstoffen dat daarin zitten, hoe korter dat de tannineketens zijn, hoe minder drogend dat die overkomt. Ja? En dat merk je hier. Want er zit er wel wat tannine in,
Maar het is eerder sappig dan drogend. En ik denk dat de meeste tannine nog komt van de Cabernet Sauvignon. We gaan straks even naar de stickies. Ah, dit ziet er echt prachtig uit. Overigens komt Goumia van het Arabische Goumaya, wat zoiets betekent als wijze mannen. Op dat een van de eerste plaatjes die ik liet zien, zag je op de achtergrond zag je een kasteel. Misschien hebben we dat nog wel ergens. Nee. Maar de Mooren die hebben hier eigenlijk ontzettend lange tijd de infrastructuur bepaald. Zijn ook de eerste die irrigatie hebben aangelegd in dit gebied. En dus je hebt nog heel veel oude irrigatiesystemen die aangelegd zijn door de Mooren. Goed, we gaan met jullie permissie naar de volgende wijn. En dan moeten we even kijken of ik dat goed doe. Dan is dat de Majoral hadden we gehad. Dan gaan we naar Altos. Dus dit is dan Altos de Luzon. 100% Monastrell. 40 jaar oude stokken. 675 meter. Met zeer arme bodems. Dit is ook zonder irrigatie en ook hier werken ze met die koude inweking. Wat wijnmaken betreft, 12 maanden in Amerikaans en Frans eik. Je merkt meteen een beetje die vanille, lichte kokosachtige tonen. Dat hele zwoele hout wat hierin zit. Je merkt dat we wat meer sappigheid en wat meer concentratie nu krijgen. Voor mij is deze wijn is al meteen een step-up. Niet in termen van alcohol, want het is ongeveer allemaal zo rond 14,5%. Maar in termen van concentratie is dit zeker een step-up. Door die hoogte en door die zuren die je behoudt in de wijn, zijn deze wijnen ook hebben een goed bewaarpotentieel. En hoewel ze over het algemeen jong worden gedronken, kun je deze wijnen heel prima 10 jaar bewaren. En ontwikkelen ze zich ook nog positief in die 10 jaar. Wat mij bevalt aan deze wijn is dat het hout zit erin. Aanvankelijk dacht ik, toen ik hem rook, misschien wel wat stevig, maar het valt in de smaak. Is het echt het fruit wat domineert? Het is echt de sappigheid van de wijn, waardoor die is wat die is. En het hout is echt ondersteunend. Als je kijkt naar de wijnlanden in de wereld, zeker in Europa, dan heeft een land als Italië heeft totaal geen affiniteit met eiken. Die hebben het liefst alles op grote inerten, wat we dan inert hout noemen, maar grote voeders die oud zijn, omdat ze juist niet willen dat de smaak van het hout in de wijn komt. In Spanje is het precies het tegenovergestelde. Spanjaarden die willen een stukje complexiteit, ook qua smaak, van het hout hebben. Ze hebben decennia lang
hebben ze de hoeveelheid van dat hout hebben ze onderdeel gemaakt van hun DO-systeem, van hun kwaliteitssysteem. En nu zijn ze op de weg terug. Ik denk overal in Spanje, waar in welk gebied ik ook kom, overal is men hout beter aan het doseren. En dat betekent, of naar groter, ik heb één van de wijnen hier, daar gaan we het nog over hebben, maar dat is een soort rollercoaster van het ene hout naar het andere hout. Maar wat typisch is, is dat ze of ouder hout gaan gebruiken, in plaats van alleen maar nieuw hout, of dat ze groter hout gaan gebruiken, dus 300 of 500 liter vaten. Goed. Als er opmerkingen zijn, of als je iets van een wijn vindt, vertel het me, want dan kunnen we daar een beetje over praten. We gaan nu naar de volgende wijn. En dat is Juan Gil. Dat is een beroemde producent, misschien wel de beroemdste producent van Gumilla. Ik heb niet veel informatie gekregen over deze wijn. Het enige wat wel zeker is, is dat hij afstand heeft genomen van Amerikaanse eiken en dat hij Franse eiken gebruikt, in ieder geval voor deze wijn. Hele oude stokken, alcoholische gisting in, maakt niet uit, alcoholische gisting in roestvrij staal en daarna een lagering op Franse eiken, er staat hier niet bij. Hoe lang dat is. Nou, laten we het maar eens proberen. Ja, waarschijnlijk in dit boekje, in het spec sheet wat ik heb gekregen, staat dat nog niet eens. Oh ja. Twaalf maanden, ja. Ja. Enorm veel concentratie in deze wijn, hè? Heel veel dikte, zonder dat het heel erg zwaar wordt, maar wel prachtige concentratie. Voor een wijn van 10 euro een hele prima prijs-kwaliteit verhouding. En ook hier valt gewoon op hoe sappig. Als je de wijn hebt uitgespuugd, dan blijf je een sappig mondgevoel houden. Terwijl je zou denken, dit zullen allemaal wel blockbusters zijn. Maar die zuren die zorgen ervoor dat die sappigheid overeind blijft. Nee, het is niet echt doorstoofd. Het is wel rijp. Hè? Maar het is niet zo dat we hier krenten en rozijnen en pruimendanten en alleen maar van dat soort tonen. Hè? Wat je bijvoorbeeld, als je in Argentinië bij Mendoza, als je in San Juan of San Rafael komt, waar het wat lager gelegen is, 500-600 meter, hè, dan krijg je echt die zonderstoofde stijl. Dus dat betekent dat de combinatie van de invloeden van de Mediterranee en de hoogte, dat voldoende frisheid oplevert. Goed, we gaan naar de Bruma Vereda. Dat woord Vereda, dat is afkomstig van een oude weg die door de wijngaard loopt, waar vroeger de stieren doorheen moesten als ze van het ene dorp naar het andere dorp. Dus
En dat is aardig door de stieren is dat gelijk gemaakt. Dus daar is de wijn naar vernoemd. Als je kijkt in het algemeen, in Goumia, dan zul je zien dat je eigenlijk twee soorten wijnen hebt, zeg maar premium. En dat is een Vino de Paraje. En dat is een wijn die gemaakt is op en door het estate, zeg maar. En een Vino de Parcella. En dit is een Parcella, want dit is vernoemd naar die weg van die stieren. En je ziet hier ook, nou ja, even kijken. Nee, jullie kunnen het niet zien. Ik heb hier een specsheet met een foto van die wijngaard. En dan zie je dat het ongelooflijk oude stokken zijn die ook lukraak door elkaar staan. Dus hier geen sprake van rijen. Het staat allemaal door elkaar. Dit zijn voor een groot deel zijn dit pre-phylloxera stokken. 14,5%. Maar met een pH, en dat is wel interessant, van 3,3. Nou, dat zou je niet geloven in zo'n gebied. Hè? Want normaal zit de pH van een wijn, dus de zuurgraad, die zit tussen de 3 en de 4. Maar bij rode wijnen gaat dat al heel snel richting 3,6, 3,7. In de zuidelijke Rhône ga je naar 3,8, 3,9. En ik had hier zeker ook, zeker 3,6 of 3,7 verwacht. En het is 3,3, dus het is echt heel erg fris eigenlijk. 650 meter, 45 jaar oude stokken. Voor een deel niet geënt. En dus die gobelet-stijl. En voor een klein deel met gordon. Dus met permanente armen. 260 millimeter regen viel er in 2018. Dat is echt heel erg weinig. Ja, dat valt bij ons in een maand, normaaliter. En dat is in een paar buien gebeurd. Hij gebruikt voeders. Dus de gisting vindt plaats in cementen tanks. En daarna gaat het in epoxy, moet het even bezinken. En daarna gaat het in een Franse voeder, maar dat is een grote tank van laten we zeggen 5000, 6000 liter. En dat is oud hout, dus dat hout dat heeft eigenlijk geen invloed op de smaak. Ik moet even kijken. Ja, dat zou dus ook kunnen dat ze na die koude inweking, dat ze maar 2 of 3 dagen alcoholische gisting doen, dan persen en dan de wijn afmaken alsof het een witte wijn is. Thomas, dit was deze wijn die stond hier. Dat was de eerste wijn. Hè? Ja, je had er hier twee. Ja. Dit is de wijn die we nu aan het proeven zijn. Hè? Yes, yeah, for the last one here. Yeah. The last one here, yeah, 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 perfect. Yeah. Hier krijgt het fruit bijna iets zoets. Hè? Het fruit is zo rijp dat het iets zoets krijgt, maar niet overrijp. Het is niet, en dat vind ik wel mooi, het blijft enorm vers fruit. Nou, kijk, de bitterheid die komt of van de tannine van de druif of van de tannine van het hout.
In Spanje komt het heel vaak van de tannine van het hout, omdat in het begin geeft dat nog wel wat bitterheid en na verloop van tijd, dan integreert dat in de wijn en dan krijg je wat noten, dan krijg je amandel, dat soort tonen en dan verdwijnt die bitterheid. Maar ik heb bij deze wijn niet de indruk. Ja, nee, maar bij deze wijn zal de bitterheid echt wel van de tannine zelf komen, van de druiventannine. Een andere reden waarom dat dit nog misschien nog wel wat bitters heeft, is dat dit echt ongelooflijk jonge wijn is. Dit is 2018 en is waarschijnlijk eind afgelopen jaar, of misschien zelfs begin dit jaar pas gebotteld. Dus dit is gewoon een hele ongelooflijk jonge wijn. Oké, de volgende wijn van Bodegas Carcello. Wat we hier zien is niet heel erg veel informatie. Misschien dat op het specsheet dat er iets meer is. Want hier staat alleen maar 12 maanden in Frans Eiken. Nee, dat is goed. Ik ga hem eventjes hier neerzetten, ja. Zodat ik niks... 100% Monastrell. En dat is ook de enige informatie die ik heb van deze wijn. Dus we zullen hem maar eens gewoon gaan proeven. En kijken wat die 12 maanden in Franse eiken, wat die hebben gedaan. 2016, kleine oogst. Je zou denken in dit gebied dat elk jaar wel ongeveer hetzelfde is. Maar dat is absoluut niet zo. Dus 16 is een heel klein jaar geweest. Hoe hoger dat je komt in Spanje, hoe meer jaargangverschillen dat je hebt. En ook hoe groter dat de verschillen zijn in de opbrengsten. Dus je kunt hier opbrengsten hebben die in jaren met bijvoorbeeld vorst in het voorjaar, die de helft kunnen zijn van het jaar daarvoor. Dus een enorme impact. Ook hier, de houtinvloed, heel beschaafd, denk ik. Het is absoluut niet zo dat het hout een hoofdrol speelt in deze wijn. Het fruit is nog steeds, het fruit spreekt, de sappigheid die is er en het hout ondersteunt. Het maakt het een complexere wijn, maar absoluut geen reserva of Gran Reserva-achtige stijl. Totaal niet. Ja, alles is tot nu toe 14,5. En dat wil zeggen dat het kan best wel wat hoger zijn zelfs dan 14,5. Want je mag een half procent mag je afronden op het etiket. Dus het zou best nog wel eens meer kunnen zijn. Ik heb zelf niet eens zo de indruk dat dit... Ik heb eigenlijk tot nu toe nog niet echt bij een wijn... dat het alcohol een grote rol speelt bij de wijn. En dat komt omdat alles dik en redelijk stevig is. En, je hebt veel kleur, je hebt veel smaak, je hebt voldoende frisheid. Het is allemaal wel full-bodied, maar het is niet zwaar, wat mij betreft.
En ik vind het hout hier ook heel goed gedoseerd. Ja, als je de wijn hebt uitgespuugd, dan merk je iets meer dat branderige gevoel in je. Ja, klopt. Goed. Ik denk altijd van. Dus we hebben net een wijn gehad van 20 euro. En deze was 30 euro. Dat het. Ja, je mag nooit, zeg maar, echt zo vergelijken. Maar. Ik denk dat ik toch misschien liever naar die van 20 euro zou gaan, persoonlijk. Omdat hij iets meer die balans heeft tussen de sappigheid en het fruit dan deze wijn. Maar goed, ik ben misschien daar te veel Nederlander voor. Zou kunnen. We gaan naar San Isidro, de Gemina Cuvée Selection 2016. 100% Monastrell. 14 euro prijs. Dit is op basis van niet geënte stokken, oké, 14,5% wat ik al zei, 40 jaar oud, maar allemaal pre-phylloxera, minder dan een kilo per, ja ik pak deze nu, zo, minder dan een kilo per wijnstok, alcoholische gisting op roestvrij staal en daarna een lagering op nieuw Amerikaans en Frans eiken voor 8 maanden. Dus een redelijk korte tijd, maar wel nieuw eiken. Je ziet hier ten opzichte van die vorige, die ook 2016 was, die echt ongelooflijk paars nog was. En dat deze producent, dat die wat oxidatiever werkt. En dat heeft een impact niet alleen op de kleur, maar ook op de stijl van de wijn. En het is op zich wel leuk om die twee stijlen, om die naast elkaar te vergelijken. Dus hier merk je dat het pure fruit, hè, dat je dat een beetje inwisselt en dat je wat complexere tonen krijgt van mokka en wat chocola en wat noten. En ik denk dat deze wijn dat ook zeg maar verder gaat ontwikkelen. Hè, dat je op een gegeven moment echt die hele noterige tannine krijgt in zo'n wijn. Totaal andere stijl. Houttannine, ik denk tannine in het algemeen, heel toegankelijk hier. Hè? Wat minder drogend, zoals in die vorige wijn. Waar gaat jullie voorkeur uit? Wat meer naar puur fruit of wat meer naar deze stijl, ietsje meer oxidatief? Oké, okay. Oh, dat is interessant. Oké. Okay. Ja, iedereen? Ja, oké. Dat geldt voor alles. Maar nu zijn we even aan het proeven. Hè? En, Oké. Okay.
Leuk. Ja, het lijkt er een beetje op, hè? Alsof deze ietsje warmer is, zeg maar. En hier wat minder. Wat vinden de Wijnacademie dames ervan? Dus gaat jullie voorkeur hier naartoe of naar die deze? Oké. Okay. Maar het is niet heel oxidatief. Het is wat meer klassieke stijl. Ja. Eerste rij, wat vindt hij? Nee, prima mee, maar. Ja. Dus als je er los van het eten zou zien, vind ik dit een toegankelijkere wijn. En bij de eerdere wijnen zou ik echt wat willen eten en gewoon rustiger genieten. Terwijl ik dit glas echt gewoon zo kan genieten en drinken. Ja. Het zijn twee hele andere wijnen. Dus een beetje, ja, het is eigenlijk een beetje lastig te vergelijken. Het verschilt natuurlijk heel erg wat je gaat eten of wat je ermee gaat doen. Of je gewoon zo'n glas wijn gaat drinken of dat je aan tafel zit. Nou ja, dat is het ook. En ik denk dat er dus wat dat betreft een plek is voor beide. Maar toch is er een persoonlijke voorkeur altijd voor echt dat pure reductieve fruit gedomineerde of de wat meer ontwikkelde, zeg maar, oxidatieve stijl. Als je niet naar de fruit gaat, krijg je ook niet tannine. Absoluut. Nou, absoluut. Die tannine die wordt ook wat geoxideerd. En dus je krijgt wat zachtere tannine, dat is zeker. Ja. Goed, we gaan naar de volgende wijn. En dat is de Alsenio. In een Dita Monastrell 2016. Ook deze wijn afkomstig van niet geënte stokken. Redelijk hoog, 750 meter. Een alcoholische gisting en inweking van 15 dagen. En ja, dit is fantastisch. Als je dit leest, dan gaat het eerst in 300 liter Amerikaanse barriques. En daar doen ze dan de malolactische gisting in. Dan wordt die overgestoken in tweedejaars 300 liter Amerikaans en Frans eiken barriques gedurende 6 maanden. En als dat klaar is, dan wordt die overgestoken in 500 liter nieuw Frans eiken. En vervolgens in weer tweedejaars 300 liter Frans en Amerikaanse barriques. En dan nog voor 10 maanden. Dus dit is een soort rollercoaster van verschillende soorten eiken en grootte. Ik weet niet waarom dat iemand dat doet, maar dat oversteken. Dat heeft als functie dat je dan meestal daarna niet meer echt hoeft te filteren. Omdat je hebt nu zo vaak overgestoken dat je eigenlijk heb je op een natuurlijke manier, hè, elke keer als je over hebt gestoken, zijn er wat vaste deeltjes die zijn achtergebleven in het vat. Dus meestal wat ze hier doen is een eenvoudige klaring en oversteken en dan gewoon bottelen. Ja? Dus je hoeft dan niet meer. En op zich valt daar wel wat voor te zeggen, omdat elke keer als je iets doet met de wijn, of het nou klaren is of een koude
inweken of wat dan ook, of een filtratie, met name een filtratie, ja, dan heb je toch de afweging. Ik zorg dat die wijn stabiel wordt, maar tegelijkertijd haal ik ook wat smaak weg. En dat is de afweging. Hè? Is het, als ik een paar keer heb overgestoken, hoef ik misschien niet meer te filtreren. Goed, deze wijn, 15% alcohol. Al die wijnen die zijn zeg maar zo goed als droog. Sommige mensen die denken ook bij dit soort wijnen dat ze restzoet hebben. En dat zal misschien op het schap in de supermarkt nog wel eens voorkomen. Maar alles wat we tot nu toe hebben geproefd, dat is allemaal absoluut droog. Deze heeft nog 3 gram. Dat is, de rest heeft allemaal minder dan 3 gram. Door de alcohol, waar je denkt dat er wat zoetigheid. Jamie Goody heeft daar onderzoek naar gedaan. Dus hoe meer primair fruit dat een wijn heeft, en wij ruiken daaraan, hoe meer er signalen naar onze hersenen gaan die zeggen: het zal wel zoet zijn. En. Dus als een wijn heel veel fruitrijpheid heeft, dan zijn we geneigd om te denken, omdat het voordat we het in de mond hebben, is hier boven is al gewaarschuwd van er komt iets zoets aan. Dat merk ik ook in lessen. Met name als ik bijvoorbeeld uit Chili of zo, dan denken mensen dat het off-dry is, terwijl het hartstikke droog is. Maar dat heeft met die fruitrijpheid te maken. Absoluut, alcohol ook, ja. Nou, dit is natuurlijk een extreem voorbeeld van houtgebruik. Dat hebben we net gezien. En toch denk ik dat het ongelooflijk verleidelijk is en dat heel veel mensen zullen vallen ook voor dit houtgebruik. Omdat het zo zwoel is en het is absoluut niet bitter. Nee? Het is ook niet heel drogend. Dus het is wel heel knap gedaan. Ik denk wel dat het heel goed hout is wat ze hier hebben gebruikt. Wat vinden jullie? Want dit is een extreme houterige kandidaat, zeg maar. Maar ik denk dat de tannines in deze wijn wel het meest droog. Vooral hier de voortanden plakt, dat is houttannine, dat is typische houttannine. Als je mond uitdroogt, dan heb je druiventannine. Als je op de voortanden plakt, dat is echt houttannine. Het gaat een keer goed komen met die wijn, dat weet ik zeker. Maar wat vindt iedereen ervan? Ja? Ja. Ja, en ik vind ook de neus vind ik aantrekkelijk. Gewoon. Het is een prachtige neus. Hè? Het is echt dat hele, dat bosbessenfruit en dan een beetje dat lactische, dat vanille erbij, een beetje toast. Ja? Ja? En door het verder opsteken is het ook niet echt oxidatief. Nee. Nee, dat klopt. Nou ja. Je moet je voorstellen dat een wijnmaker, die wil van nature, wil die wat verschillende dingen in zijn kelder hebben om mee te werken, om mee te spelen. Ik ken geen wijnmaker die zegt dat hij happy is met zijn kelder. Ze willen altijd nog iets extra's erin hebben. En dus
alleen maar een alcoholische gisting en dan een wijn op hout leggen is voor heel veel wijnmakers is toch een beetje aan de saaie kant. Dus dit is veel leuker. Ja? En ik weet zeker dat hij heel veel geëxperimenteerd heeft en dat hij uiteindelijk hierop uit is gekomen. Dat is wel leuk, want ik dacht echt dat dit gewoon veel te veel hout zou zijn. En het valt mij echt ongelooflijk mee. Het is wat plakkend, maar daarmee hebben we het ook gehad. Goed. Dan gaan we naar Casa de la Ermita. En dit is dus een klassieke Crianza. 60% Monastrell, dus dit is echt een blend en dat is wel leuk, hè, want we hebben tot nu toe hebben we vooral monocépage gehad, dus we gaan nu naar een blend, ook met redelijk veel Cabernet Sauvignon en wat Syrah, dus dat wordt interessant. 700 meter, en hier hebben we dus die Terra Rossa bodem, ook weer met een koude inweking. Met een koude inweking en 9 maanden op Frans en Amerikaans eiken. Er staat niet bij of het nieuw of oud is, dus dat zullen we wel vanzelf merken. ...14% alcohol. Hier had ik in het begin wel dat ik dacht, hier zit nog een gram of 4-5 restzoet in. Hè? Dit is ietsje ronder, ietsje toegankelijker. Ietsje minder droog, als je zou willen. Ik denk wel, als je bepaalde complexiteit wilt houden, dat restzoetje niet echt nodig is. He, want het maakt het van de wijn, vind ik. Ik weet niet hoe jullie erin staan. En waar ik op zoek ben, is spanning in de wijn. Maar goed, dit is een klassieke Crianza. Ik heb niet heel erg veel indruk dat de Cabernet of de Syrah in dit geval heel veel toevoegen aan wat ik tot nu toe heb geproefd. In de neus, oké. Okay. Oké. Nee, want dit is wel een beetje proof of the pudding. Hè? Kijk, als deze wijn echt door iedereen veel beter zou zijn gevonden, dan is er dus een case om meer te blenden. Ik heb niet de indruk dat is, maar misschien komt het ook een beetje door de stijl, door dat zoetje wat erin zit, dat die ietsje gewoner is. Goed, we gaan naar een andere blend, een volgende blend. Monastrell, ook weer met Syrah en Cabernet Sauvignon. Eens kijken of ik iets meer informatie in mijn specsheet heb. Eens even kijken. Syrah en Monastrell. Die staan dus op die Terra Rossa. De Cabernet staat op klei, dat is niet gebruikelijk, hè, want
Cabernet die doet het meestal niet goed op klei, omdat klei te veel water vasthoudt. En Cabernet houdt niet van natte voeten, zeg maar. Hè. Die wil altijd drogen. Dus. Maar goed, hier zal het wel meevallen, want er valt bijna geen regen. Dus hier zal het wel goed gaan. En dan dus dat is allemaal spur pruning, dus wat we noemen korte snoei, dus permanente armen, Gordon Royal. En de Monastrel, die is wel bush vines, dus die is wel met de klassieke aanplant. Dan hebben we 15 dagen alcoholische gisting en inweking. En dan 18 maanden in Frans en Amerikaans eiken. En vervolgens nog een keer 18 maanden op fles. Ook dit zal een stevige jongen zijn met 15% alcohol. We gaan eens even kijken. Ten opzichte, als we die 2016 ons herinnerde, van, dan moet ik even kijken. Wat was dat? Wijn Di Muri Veterres 2016, dat was echt enorm fruitig en sappig, was wel een hele stevige wijn, maar als je dat met deze wijn vergelijkt, dan heb je hier toch echt veel meer ontwikkeling in het glas al. Hè, dit is echt een duidelijk een oxidatievere stijl. En wat dat betreft is het wel leuk om die twee stijlen naast elkaar te zien. Ik vind dit ook ietsje meer zonder stoofd dan dat hele pure verse fruit van die andere wijn. Ja, die was 100%. Ja. Wel veel dikte. He, dit is echt heel veel sap. Iets minder dat de zuren mij hier opvallen. He, dit is echt allemaal een stuk rijper. Wat vinden we hiervan? Ja. Goed, en dan gaan we afsluiten met, even kijken, met wat stickies. Oké. Voor een deel maken ze hier late harvest. En voor een ander deel gaan ze terug naar de Spaanse traditie van versterking. Het is niet altijd duidelijk als je de wijn proeft. Want ook als je late harvest hebt, kun je een zoete wijn hebben met 15 of 15,5% alcohol. Ik heb begrepen dat als we naar... Oh, ze staan hier niet meer. Maar op de fles staat natuurlijk zoet of zoet natuurlijk. Wat je merkt is dat het dermate late oogst is. Dat de druifjes wat zijn gedroogd. Zijn wat ingedroogd. Dus je krijgt al een beetje dat krenten- en rozijnenachtige toon. Want ja, dat komt door die indroging. Maar wat je ook merkt, is dat je op het moment dat je die druif op deze manier concentreert, dat je niet alleen de suikers concentreert, maar ook de zuren. Want hij heeft verrassend veel zuren. Het is absoluut geen zware zoete wijn. Het is een redelijk lichte zoete wijn. Ondanks zijn 15%.
Ja, dat is goed. Dank je. Nou, zoete wijnen zijn volledig uit. En dat geldt voor alle zoete wijnen. Ja, Sauterne, Tokaj, zelfs de Berenauslezen en de Trokkenberenauslezers hebben het ongelooflijk zwaar. Want op de een of andere manier zijn ze niet modieus. Voor deze tijd. Echt waar. Er is een tijd geweest dat, dat Sauterne dat enorme prijzen kon vragen. En op dit moment hebben ze enorm veel moeite om, ook om Sauterne, om dat aan de man te brengen. En ik vraag altijd aan groepen, hoe vaak drink je nou een zoete wijn? Ja, maar jij bent niet representatief. Volgens mij heb je ook naast je bed nog iets staan. Wat? Oké, okay. En? Maar goed, dus we moeten mensen weer wat stimuleren om wat meer zoete wijnen te drinken. Volgens mij is er geen tijd zo geschikt om voor een hele lage prijs topwijnen zoet te kopen. Echt waar. Het is nu. Ik had toevallig gisteren had ik een neefje van me op bezoek. En die is uit 96. En, dus ik had nog een. Ik had een Couteau du Layon uit 96. En dat is zo ontzettend leuk om dat soort wijnen, om die te schenken. En al deze wijnen die. Die kunnen ouderen net zo lang als je wilt. En dat maakt het heel leuk. Dus ja, ik probeer altijd liefhebbers ook te stimuleren om een paar van die flessen weg te leggen. En op een gegeven moment komt er een tijd. Hè? Ik ben natuurlijk wel nu in een fase dat ik ga rekenen hoe, welke dat ik nog ga opleggen. Maar er komt altijd een tijd dat je zoiets met heel veel trots uit de kelder kunt trekken en op een diner kunt schenken. Dat is gewoon ontzettend leuk. Goed, wij gaan naar de volgende. Ook dit is een niet versterkte. Ja. Dus deze is ook wat we noemen natural sweet. Dus een late oogst, 2016, en op een gegeven moment dan zeggen die gistcelletjes, de druk aan de buitenkant is dan zo enorm groot dat ze op een gegeven moment dat ze het opgeven. En dan kunnen ze het niet meer converteren. Het gaat nu al echt wat meer richting een PX-achtige stijl, hè? Zeker in de neus. Ja? Ja, doe maar. Nee, maar ja. Dank je. Ja, wat opvalt hier is. Ik heb niet echt informatie erover, maar wat opvalt hier is veel meer restzoet, iets minder zuren en wel toch nog wel wat drogendheid in de afdronk. In de neus moet ik zeggen, vind ik het echt richting een PX-achtige stijl opgaan, wat voor mij altijd een soort combinatie is van appelstroop met rozijnen. En dan krijg je dit soort
Een beetje karamel. Maar dit is wel serieus zoet. Ja, maar die vorige. Ik ben echt een groot fan van zoet en ik werk heel goed zoet en drink ook graag zoet. Maar ik vind het echt allebei wel te doen. Persoonlijk heb ik dan toch iets meer affiniteit met die vorige, omdat daar een zoet-zuurbalans in zit die de wijn eigenlijk in de afdronk nog heel fris houdt. Terwijl dit is echt gewoon heel zoet, ook in de afdronk. Ja. Goed. Nou, weet je wat typisch is? Is dat hoe langer dat je een zoete wijn houdt, hoe meer zoetheid dat die verliest. En die zuren, die blijven stabiel. Dus zo'n wijn, die zou zeer waarschijnlijk enorm profijt hebben als je die 20 jaar in de kelder legt. Omdat hij dan een betere balans tussen restzoet en zuren krijgt dan hij nu heeft. Ja. Als je hier te veel van drinkt, dan kun je beter maar meteen een afspraak bij de tandarts boeken. Zullen we naar die laatste gaan? Want die laatste is is het omgekeerde. Dus hier hebben we wel een versterking. Dus dat we alcohol toe hebben gevoegd om de gisting te stoppen. En ze hebben het hier over cryo-maceration, maar dat is gewoon een koude inwerking. Het is gewoon dat ze die druiven in een koelkast hebben gezet op 4 graden, 10 dagen. En dan krijg je eigenlijk een soort inweking in het druifje. Een soort intracellulaire inweking. En daarna dan gaan ze de temperatuur opvoeren, waarschijnlijk naar iets van 25 graden. En dan zeggen ze, when the fermentation begins, alcohol is added. Dus waarschijnlijk geven ze niet heel erg veel alcoholische gisting een kans. En vrij snel wordt er dan al alcohol aan toegevoegd. Het is een beetje zoals een likkermuscat wordt gemaakt in Victoria, in Australië. Hè? Die wordt eerst wat ingedroogd. En dan wordt die gekneusd. En dan wordt op het moment dat die alcoholische gisting eigenlijk wil beginnen, wordt er al alcohol aan toegevoegd. En wat je dan krijgt is enorme zoetheid. Hè? En ik heb dit nog niet geproefd, maar als het heel vroeg is toegevoegd, dan zou dit ook enorm zoet moeten zijn. Is dat zo of niet? En het is, het gaat in 3 jaar oude vaten, dat wil zeggen dat het vat eigenlijk geen impact meer heeft op de smaak van deze wijn. Die van mij is misschien niet helemaal zuiver. Ja? Bij jullie? Een beetje kurk volgens mij. Hè? Ja. Hij heeft. Nou, dat staat op de fles. Hè? Even kijken. Op de fles staat 16. 16. Ja, ik denk dat dit. Hebben jullie daar ook last van of niet? Nee? Jullie wel. Dus dan heeft de fles aan deze kant misschien een klein kurkprobleempje. Oké. Okay. Ja.
The question is, how long do you keep these sweet wines before you would drink them normally? In Spain? Yeah. Or would you drink them straight away? It depends. I would say that these are young ones, these two first ones. I would say young, so maybe I would say, why not in 3 years, maybe 1-3 years. And I'm sure this one you could keep it more. Okay. Yeah, maybe for 5 or... Okay, but not really long. No, not really long. Okay. No, I don't think so. But it evolutionates pretty well. Yeah, we have tasted some Monastrell, old Monastrell from another wineries in the DO, and maybe since of 2003 harvest or 2004, and they are evolutionary different, but they are going straight well. Okay. Yeah. Okay, mensen, en daarmee hebben we een redelijk overzicht gekregen van wat Goumia te bieden heeft, wat mij betreft. Ja, wat ik jullie even resumerend mee wil geven, dit is het oudste en het nieuwste wijngebied van Spanje, met hele oude stokken en hele jonge stokken, wat ontzettend leuk is, denk ik. Uniek terwaar, met name als je kijkt, zeg maar, het woestijnachtige basis met wat mediterrane invloeden, de hoogte, de bodem, die een bovenlaag heeft die juist enorm drainerend is, en dan een onderlaag waar het water goed wordt vastgehouden. De unieke Monastrell, Mourvèdre. Alles wat we nu hebben gehad is biologisch, de meeste gecertificeerd biologisch, op zich wel leuk, denk ik. In het gebied zelf, geen hele grote toeristen. Pleisters, maar ontzettend veel leuke kleine restaurantjes, veel natuur. Je hebt een paar grote fiestas. En ik wilde nog even kijken of ik ter afsluiting nog een klein filmpje, want die had ik hier opstaan, maar dan moet ik hem eventjes afsluiten. Even kijken, waar heb ik hem? Ja. Ja, daar komt hij. Oh, dan moet ik natuurlijk hier. Dan moet ik wifi hebben. Dat heb ik natuurlijk niet. Ik kan natuurlijk niet aan alles denken. Even kijken hoor. Huh? Ja, mijn batterij is bijna leeg. 3%. Nee, maar ik heb ook geen wifi hier. Dus we gaan het filmpje, dat houden we te goed. Maar er is een filmpje op YouTube. En dan, nou ja, dat is een typische PR-filmpje. Maar wel, het geeft wel een hele goede indruk van het gebied. En van de unieke omgeving die je daar hebt. Dus hiermee wilde ik het eigenlijk afsluiten. Jullie ontzettend bedanken. Dat jullie zijn gekomen naar deze grote hal en waarin we wat verschillende stijlen Goumia hebben geproefd, van rosé naar zeg maar wat meer govenstijl, naar Cosecha en dan wat meer de klassiekere en afgesloten met wat zoete wijnen. En Miguel, so we have come to the end. Zijn er nog vragen? Nee, dat is eigenlijk volledig aan het terrein aan het verliezen. Ja. De wijnen, waar zijn die te verkrijgen? Nou ja, een aantal van deze wijnen staat hier niet in, maar die zijn op de Nederlandse markt. Wat we zouden kunnen doen is dat we... Als je wilt, dat we de lijst van de importeurs, dat we die beschikbaar maken. En dat we die, dus als je geïnteresseerd bent, dan laat me even je e-mail achter. En dan, of stuur het naar de organisatie en dan zal ik zorgen dat je een lijst krijgt met de importeurs. PowerPoint-presentatie? Geen enkel probleem. Kan ik zo, ja, kunnen we als PDF beschikbaar maken. Ja? Andere vragen? Nee?
Nou, dan wens ik jullie nog een hele prettige avond. Dankjewel. Deze grijze dag. Just to end yeah. is the second masterclass. Well, first of all, again, thanks, Kees, for this amazing masterclass, I would say. I can understand something in Dutch, so I really believe that you have enjoyed this flight. You talk about football. I also know you talk about football and Real Madrid. Well, it, as Keith said, I think it's interesting to see the different views of what Monastrol can show from the rosé part until the sweet part, going into these different types of red wines. And well, again, we really hope you have enjoyed this masterclass, and we hope to meet you next year in another masterclass, as I said yesterday, maybe from other region, maybe from this region too, so with something different. Thanks again. Thank you very much. Thank you.